Welkom bij Culturenluur. In dit nieuwe programma willen we een podium bieden aan alle culturele activiteiten in de regio die niet kunnen doorgaan vanwege het coronavirus. Het kan gaan om een lezing, om een concert of iets in het kader van 75 jaar bevrijding. Wil je ook iets bijdragen in dit programma? Ga dan naar www.aemediagroep.nl/culturenluur. Ben je zelf niet in de gelegenheid om beeldmateriaal aan te leveren? Neem dan toch contact met ons op. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. In deze derde uitzending krijgen we een rondleiding door Galerie Polhus en nemen we een kijkje in Museum Nijkerk. Maar eerst even iets anders. 20 april herdenken we dat Nijkerk 75 jaar geleden werd bevrijd. Daarom wordt iedereen opgeroepen om 's ochtends om 10:50 de vlag buiten te hangen. In 1945, op 20 april, wapperden er 2 vlaggen in de tuin van het vetkamp. Het was de Amerikaanse vlag en de Engelse vlag. Ze stonden daar als welkom aan de Canadezen die ons kwamen bevrijden. Mijn naam is Theo Slijkerman. Ik ben een van de 80 vrijwilligers van Museum Nijkerk. En in het museum hebben wij op dit moment een expositie over de bevrijding. Aan de hand van voorwerpen, films, verhalen en foto's laten wij u zien hoe het die laatste oorlogsjaren moet zijn geweest. Een van die foto's heb ik hier. Deze foto. U ziet hierop 4 infanteristen. Jongens die helemaal uit Canada zijn gekomen om hier te strijden. Ze kwamen vanaf het vetkamp, liepen door de Oosterstraat, Kletenstraat in en stonden toen hier op de kruising van de Kletenstraat met wat toen nog de Hoogstraat heette, nu Kooltoflaan. Precies op deze plek sta ik nu. De foto is uit de collectie van de familie Kracht. En Frans Kracht is een zeer bekende naam in Nijkerk. Frans Kracht was onderwijzer. Hij schilderde, hij tekende en schreef de historie van Nijkerk op in vele verhalen. Op 3 september 1944 is hij begonnen aan een dagboek. Korte notities om te vertellen hoe het in Nijkerk ging en wat er in de omgeving gebeurde, wat ze hoorden, wat er in de omgeving aan de hand was. Ik ga u een klein stukje uit dat dagboek voorlezen. Het zijn een paar regels. 20 april, vrijdag. Vrijdag, wat een mooi woord. 9:50 kwam de eerste motorrijder door de Holkenstraat. Frans Kracht woonde in de Holkenstraat. Er waren hier en daar nog enkele Duitsers en er werd nog geschoten. In de loop van den morgen kwamen er meerdere tanks en infanteristen. Het waren Canadezen uit Nieuw-Schotland. Om 11:10 speelde het carillon het Wilhelmus en daarna het Engelse volkslied. Waar al dat oranje toch vandaan kwam, is niet te begrijpen. Het bleek dat sommige winkeliers nog hele voorraden bezaten. Dit dagboek ligt nu ook in het museum. Het is uitgegeven door de Stichting Oud-Nijkerk. 75 jaar vrijheid. We kunnen nu niet naar de expositie in het museum. En ook andere activiteiten zijn opgeschort. Maar wat we wel kunnen doen, is met z'n allen de vlag uithangen. De vlag uithangen omdat we al 75 jaar bevrijd zijn in Nijkerk. Ik nodig u uit om dat te doen. Om 10:50 op 20 april. 10:50, het moment waarop het Wilhelmus van de toren klonk. Doet u mee? 20 april, 10:50, de vlag uit. We zijn nu gevangen door een virus, maar we leven al wel 75 jaar in vrijheid. Het Nijkerk Stedelijk Fanfarekorps bestaat dit jaar 125 jaar en dat vieren we via deze weg, met elke week een nieuw nummer. Deze week is dat Lord of the Rings van Johan de Meij. En daarna zien we een medley van het Hoevelaars Smartlappenkoor. Thank you.
Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Het zou zo mooi zijn als jij dit nu aan mij voelt. Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg. Niet eens je naam, toch ben je bij me. Ik ben nu gedicht voor jou wat kleiner. En elke dag zit ik op jou te wachten. Van jou krijg ik al slapeloze nachten. Ik niets te zeggen of uit te leggen. Sluit ik mijn ogen, kom ik je tegen. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij doet. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dan kan het mij niet lang genoeg gaan duren. Bye.
gaan we naar een kunstcollege, want het is dit jaar 400 jaar geleden dat Albert Cuyp overleed. In een bijdrage van de Volksuniversiteit Nijkerk vertelt Diana Kosman meer over deze man. Waar denkt u aan bij de naam Albert Cuyp? De kans is heel groot dat u denkt aan een Amsterdamse markt. Misschien iets minder bekend is dat Cuyp ook een gerenommeerd landschapsschilder was van de Gouden Eeuw. In dit korte college neem ik u mee naar het leven en werk van Albert Cuyp. Albert Cuyp werd 400 jaar geleden geboren in 1620 in de stad Dordrecht. Hij staat met name bekend vanwege zijn prachtige riviergezichten die hij in de buurt van zijn geboorteplaats schilderde. Deze riviergezichten laten vaak hele stemmige, grijsachtige tinten zien, vaak wel aangevuld met een prachtig Italiaans licht. Cuyp kreeg het vak niet van een vreemde. Zijn vader, Jacob Gerritszoon Cuyp, was ook, evenals zijn zoon, een beroemd schilder van zowel landschappen als portretten. De kans is dan ook groot dat de jonge Albert het vak van zijn vader heeft geleerd. Albert Cuyp is naast de vele riviergezichten ook bekend vanwege zijn taferelen met dieren daarin. Opvallend daarin is dat twee dieren vaak voorkomen. Dan moeten we denken aan de koe of stier, zoals ook hier in dit tafereel boeren en vee bij de Merwede te zien is. Maar even zo vaak zien we paarden in de tafereelen van Cuyp. Cuyp was een groot liefhebber van paarden en schilderde deze dieren zeer nauwkeurig. Waarschijnlijk heeft hij daarbij ook goed gekeken naar de houdingen van de ruiters, zoals ook blijkt in dit tafereel. De koeien schilderde Cuyp niet alleen vanuit een persoonlijke interesse. De koe werd in de Gouden Eeuw gezien als een typisch Hollands symbool van de veeteelt. En dat verklaart ook waarom deze dieren op heel veel schilderijen uit deze periode te zien zijn, zo ook bij Cuyp. Niet alleen in het hier getoonde schilderij, maar bijvoorbeeld ook in dit tafereel. Landschap bij avondzon met drie koeien en een liggende herdersjongen. Naast de koeien, die uiteraard weer prominent in beeld staan, zien we dat Cuyp hier ook gebruik heeft gemaakt van een heel warm, een beetje zuidelijk licht. Dit licht lijkt afkomstig te zijn vanuit Italië. Cuyp is zelf weliswaar nooit verder gekomen dan de stad Kleef, maar was toch goed op de hoogte van de Italiaanse kunst door schilderijen die hij van anderen had gezien. Niet alleen het licht dat Cuyp schilderde doet on-Nederlands aan, maar dat geldt ook voor zijn landschappen. Opvallend is dat hij hierin heel vaak heuvels gebruikt. Dat zien we al bij dit landschap bij avondzon, maar dat is nog sterker zichtbaar in zijn beroemde werk Rivierlandschap met ruiters dat hij omstreeks 1655 heeft geschilderd. In dit landschap schilderde hij een bijna arcadisch tafereel, waarin het ideale plattelandsleven wordt uitgebeeld. We zien een aantal ruiters die zojuist zijn aangekomen en hun paarden die water drinken bij de beek. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof het hier om een flinke rivier gaat, heeft Albert Cuyp in werkelijkheid slechts een binnenmeertje geschilderd. Dat laat zien dat hij de werkelijkheid soms aanpaste om de sfeer in zijn schilderijen te vergroten. Hetzelfde geldt voor de heuvels die wij hier aan de rechterzijde zien. Op het eerste gezicht denken we misschien een Italiaans landschap te zien. Maar niets is minder waar. Cuyp heeft de inspiratie voor deze heuvels uit het gebied rondom Arnhem gehaald. Voor hem kwam dit waarschijnlijk dusdanig imposant over dat hij de heuvels net even iets aangezet in zijn rivierlandschap heeft overgenomen. Uiteraard mogen ook in dit iconische tafereel van Cuyp de koeien niet ontbreken. Ook zij baden hier weer in het prachtige Italiaans aandoende licht. Tegenwoordig is dit schilderij te vinden in de eregalerij van het Rijksmuseum. Daaruit blijkt dat Cuyp nu heden ten dagen wordt gezien als een van de grote meesters van de Gouden Eeuw. Het Apollo-ensemble bestaat uit topmuzici uit alle delen van de wereld. En als thuisbasis hebben zij Nederland. Ook hun concertreeks is afgelast.
En daarom zenden wij een muziekstuk uit. Marta en Jan Douwe mochten een prachtig optreden verzorgen tijdens een jeugddienst in de Fontein in Nijkerk. Hier spelen ze het nummer Naast je lopen. Tot die tijd is, blijft hij naast je lopen.
Galerie Polhus neemt je in hun bijdrage mee en lost een belofte in uit de eerste uitzending van dit programma. Namelijk dat we meer te horen krijgen over de andere kunstenaars van de expositie Vormen en Lijnen. Ik neem u weer een keertje mee in mijn galerie. Ik had beloofd om nog iets over de andere kunstenaars te vertellen. Ondertussen zijn we 2 weken verder. Had ik de vorige keer prachtige tulpenbomen op tafel staan. Dit keer bloeien de krentenbomen. De natuur staat niet stil. Alles is rustig in de galerie, maar de natuur laat zich op zijn mooist zien. Dit keer zoomen we wat in op het werk van Wienske. Zij komt uit Friesland en woont aan een van de prachtige Friese meren. 'S Avonds, stel ik me zo voor, zit zij bij een van die meren waar zij woont, op een vlondertje en ziet de schoonheid van het water en de stilte. Haar inspiratie is ook de natuur. Zij verwondert zich over de prachtige details die zij soms in de natuur ziet. Ze schildert met sobere kleuren, witte, zwarte. Ze gebruikt soms ook goudkleur en zilver en brons. Het is een sober palet, maar het geeft ook een hele verstilling. Wienske is ook bekend om haar prachtige filterwandkleden. Ze gebruikt hier verschillende wolsoorten voor, gecombineerd met andere materialen, zijde of linnen. Ze is geïnspireerd in haar kleurstelling op het werk van Rothko in deze roze-geel combinatie. En in tegenstelling tot het werk van Oscar Riesebos, die ook linnen gebruikt, dunne repen maakt, ze behandelt met gips en met krijt en ze met kleine spijkertjes vastzet en dan weer een geheel eigen kunstwerk daarvan maakt. Hij raakt geïnspireerd door de ordening van de bomen in een bos. Als wandelaar kan hij daar enorm van genieten. Het gaat er hem niet om hoe groot die bomen zijn of hoe ver ze van elkaar zijn, maar de ordening, dat vindt hij belangrijk. Hij zoekt in zijn werk niet de verbeelding van de zichtbare werkelijkheid. Zoals ik al zei, Oscar houdt van de ordening. Zo is hij gebogen over zijn papierwerk en zet met een fineliner naast elkaar in verschillende tinten lijnen op het ritme van zijn ademhaling, het ritme van zijn hartslag, waar soms een kleine hapering in zit, dat zijn pennetje iets naar links schiet en bij de volgende lijn gebeurt precies hetzelfde. En wat krijg je dan? Een kleine opening, een soort vorm. En opeens wordt het iets, terwijl het misschien in de eerste instantie niet de bedoeling was. Zijn werk met alle lijnen die hij gezet heeft, zijn allemaal prachtig ingelijst met museumglas. Bij al die prachtige werken van Oscar Riesebos hier aan de wand heb ik op de sokkels het glaswerk van Ria Lab. Zoals ik al verteld had, is het een pas de fer. En de pas de fer, dat is een glaspasta die in een vuurvaste mal aan de binnenkant van de mal gedrukt wordt. Daarna
komt er een stookproces. Dat duurt dagen en de afkoeling moet natuurlijk ook weer enige tijd beslag nemen. En dan wordt heel voorzichtig die vuurvaste mal van de glaspasta afgepeuterd. Haar techniek is dus de pas de fer, in tegenstelling tot geblazen glas of fusing of op verschillende manieren kan je dus glasobjecten maken. Kiest zij voor deze kristalachtige, uitziende, poederachtige glastechniek, omdat het een grote poëtische zeggenkracht heeft. Ik heb u nu iets verteld over de drie andere kunstenaars die ook in de galerie hangen of staan. Deze expositie wordt gevormd samen met 6 kunstenaars. Dus ik heb het ook over Tineke Pork gehad en over de prachtige beelden van Michiel Jansen. De stenen beelden van Giel Kleisters. Ik hoop dat het nog even mag blijven hangen, want eigenlijk is deze expositie aan het eind van april afgelopen. Maar ja, we zitten nog steeds in een situatie dat we nog niet open kunnen. Hier sta ik bij de zijdematte glazuren vazen van porselein van Hein Severijns. Deze heb ik altijd in de galerie en ze zorgen voor een prachtige combinatie bij de kunstwerken aan de wand en ze stralen een verstild beeld uit. Het is een ingewikkeld stookproces ook. Hetzelfde als met de glasobjecten van Ria Lab heeft het een ingewikkeld stookproces. Het moet op een bepaalde hoge temperatuur gebakken worden. Dan pas kunnen die zijden matte glazuren optimaal tot een recht komen. Het bijzondere van dit werk is de kristallen die als laatste gevormd worden. Dit is een heel ingewikkeld procedé wat Hein Severijns zelf ontdekt heeft en na jarenlang uitproberen tot deze oplossing is gekomen, zodat iedere porseleinen vaas met een andere zijdematte ondergrond uiteindelijk de mooie kristallen vertoont. Het is een zijdezachte vaas, ook al is die van hard materiaal. Maar als je er voorzichtig overheen gaat met je hand, voelt het als een zachte streling van de natuur. Ik wens jullie hele fijne paasdagen en ik hoop dat we als galerie heel snel weer open mogen en dat jullie allemaal gezond blijven. Ga ervoor staan en misschien kun je meedoen, want de docenten van Anouk Dance Experience hebben een choreografie bedacht op het nummer Samen Zijn in de uitvoering van Willeke Alberti en Waylon. Lieve mensen, mag ik even met u praten? Want het verwart me wat er met ons gebeurt. Heeft u dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als u alleen bent? Mijn liefste, wanneer mag ik weer aan je hangen? De warmte voelen, ook al is het maar een kom. Jij dat ook? Ik voel van onmacht en dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik naast je staan. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Verkleuren dan het grauw om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Samen zijn. We nodigen sport- en dansverenigingen van harte uit om een eigen bijdrage te leveren. Zo kunnen we allemaal in beweging blijven. In Museum Nijkerk is een expositie gestart over 75 jaar bevrijding van Nijkerk. Wij gingen er langs om een kijkje te nemen. Dames en heren, hartelijk welkom bij Museum Nijkerk. Zo u ziet is Museum Nijkerk gesloten vanwege de coronacrisis en we weten niet tot wanneer. Er is op het moment een expositie over 75 jaar bevrijding. Want in 20 april
1945 werd Nijkerk door de Canadezen bevrijd. Dat laten we hier in huis, in dit museum, zien met een expositie die daar helemaal over gaat. De expositie is verdeeld in drie onderwerpen. Dat is de bevrijding, de hongerwinter en het verhaal over de Joden. Het gaat dus vooral over het laatste oorlogsjaar en niet over de hele oorlog. De bevrijding is het belangrijkste in deze expositie. De geallieerden hebben een grote operatie voorbereid om Europa van de bezetters te bevrijden. Zij landen met D-Day in Normandië en hebben delen van Europa kunnen bevrijden. Zuid-Nederland werd vrij, maar zij stuiten op de tegenstand bij de Slag om Arnhem. Die Slag om Arnhem is mislukt met grote gevolgen voor Noord-Nederland, waar ook Nijkerk zich bevond. Zo hebben de Duitsers bijvoorbeeld alle inwoners van Arnhem en omgeving verplicht geëvacueerd naar andere delen op de Veluwe. In Nijkerk werden zo 6000 mensen geherhuisvest en die kwamen vooral in het buitengebied. Mensen kregen een gezin dat ze moesten opnemen. En die mensen konden vaak pas na de zomer van 1945 weer naar huis terug. Dat was één gevolg van de mislukte operatie Market Garden. Een ander groot gevolg was dat in het noorden van Nederland te kampen kreeg, vooral het westen, met hongersnood. En mensen die in het westen woonden gingen dus op zoek naar voedsel in het oosten van het land en kwamen daarbij dwars door Nijkerk. Ons museum ligt aan de Venusstraat en de Venusstraat, Lange Straat, Oosterstraat vormden de hoofdverbinding van West-Nederland naar Zwolle, waar mensen de IJsselbrug over moesten om in het oosten terecht te komen. Die stoet kwam langzamerhand op gang. September, oktober, maar in de drukste dagen kwamen door Nijkerk zo'n 10.000 mensen op zoektocht naar voedsel. Dat betekende dat er heel veel geregeld moest worden. Een van de groepen mensen die vanuit Arnhem en omgeving kwamen waren patiënten van een psychiatrisch ziekenhuis in Wolfshezen. Die moesten geherhuisvest worden. Nijkerk kreeg noodziekenhuizen. Maar ook al die mensen die door Nijkerk kwamen hadden soms een maaltijd nodig, bleven soms slapen afhankelijk van de tijd wanneer ze kwamen. Wij hebben 10 jaar geleden hebben we mensen kunnen interviewen die nog ooggetuigen waren van die periode. En in het scherm waar ik bij sta ziet u 7 van deze interviews die we 10 jaar geleden hebben kunnen maken met ooggetuigen. En een van de mensen daarin is dokter Henk Schreuder. Hij kwam als jonge arts in Nijkerk en kon hier niet meer weg door de oorlog en heeft de coördinatie op zich genomen van de noodziekenhuizen. Zo heeft bijvoorbeeld het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan het Vetkamp werd een noodziekenhuis, het gymlokaal aan de Van Delenstraat, de meubelfabriek Thijsseling en ook de openbare school aan de Gasthuisstraat. Jan van der Mast groeide op aan het Singel. Werkte als jonge man bij Douwe Egberts in Utrecht. Die productie kwam stil te liggen en de treinen reden op een gegeven moment niet meer na de spoorwegstaking. En om aan de arbeidseinsatz te ontkomen heeft hij zich gemeld als medewerker van het Rode Kruis. En Jan vertelt over zijn herinneringen aan die oorlogswinter waarin hij met een maat Henk Oost-Indië onder leiding van dokter Schreuder met een brancard op een fiets gemonteerd zieken thuis ophaalde om naar de noodziekenhuizen te transporteren. Kraamvrouwen, als je evacuee was en je moest bevallen, dan moest dat in een noodziekenhuis. En hij heeft ook in de laatste week voor de bevrijding, waarin Nijkerk heftig onder friendly fire kwam te liggen, de bevrijdingsvuren van de geallieerden, heeft hij gewonden van straat gehaald en naar de noodziekenhuizen gebracht, met gevaar voor eigen leven. Ik sta hier bij een hele grote foto van het driemanschap. Hier rechts op de foto is dokter Henk Schreuder. In het midden is Jan van der Mast en dit is Henk Oost-Indië. En ze staan hier op de foto bij die draagbaar gemonteerd op een fiets met 3 wielen... waardoor ze door de stad gingen om mensen op te halen. Heel bijzonder is, u ziet de helm met het Rode Kruis erop, dat we hier in deze vitrine de helm van Jan van der Mast hebben gekregen. Die heeft de familie geschonken. Ook de medaille van, ter ere van zijn werk in de oorlog. En wat u ook hier kunt zien, en dat is echt heel bijzonder. In het huis van dokter Lering hebben de bewoners na hem voorwerpen gevonden, medische voorwerpen uit de tijd van de hongerwinter. En dit is een fysiologische zoutoplossing die niet is gebruikt,
Hij is gedateerd op 16 december 1944. En er staat ook een naam bij van een mevrouw waar die voor bedoeld is geweest. We staan hier in de expositie over de bevrijding van Nijkerk. Het laatste oorlogsjaar is erg zwaar geweest in Nederland. September 1944, met D-Day, dachten de Nederlanders dat de oorlog snel voorbij zou zijn. Maar helaas moest heel Nederland, of het noorden van Nederland, nog door die hongerwinter. In maart 1945 begonnen de Duitsers al ontruimingsoefeningen te houden. Iedere keer pakten ze dingen in de vrachtwagens. Maar 's avonds kwamen ze weer terug en laden de boel weer uit. Ook kwamen er heel veel vliegtuigen overvliegen die richting Duitsland vlogen. Dus men had in de gaten dat er iets aan de hand was. Dat er iets ging gebeuren. Van 17 tot en met 20 april kwamen de Canadezen zo dicht bij Nijkerk dat ze Nijkerk konden beschieten om de Duitsers te verdrijven. Maar de Nijkerkers zaten allemaal in Nijkerk. In 1940, toen Nijkerk beschoten werd, was heel Nijkerk geëvacueerd. Nu was iedereen in Nijkerk. En iedereen zat in de kelder te schuilen voor de bommen die vielen. Dat was dus een hele spannende tijd en er zijn veel slachtoffers gevallen. De Canadezen kwamen vanuit richting Barneveld naar Nijkerk toe. En die werden hier en daar al gesignaleerd. Dus al die geruchten die gingen door Nijkerk. Hier zie je een uniform van Ben Kelter, een van onze bevrijders van Nederland. En vooral de Canadezen hebben dus Nijkerk bevrijd. Het is een origineel uniform dat hij geschonken heeft aan het museum. Dus een prachtige herinnering en dankbaarheid hebben we dat hier dan ook neergezet. De Nijkerkers waren natuurlijk heel erg blij dat die Canadezen hier kwamen. Mensen klommen op de tanks, de Canadezen werden op de schouders gedragen. En Nijkerk kleurde oranje. Hierboven ziet u kleine oranje vlaggetjes. En hoe komen we eraan? Bij mijn moeder thuis, als ik als kind op zolder speelde, zag ik in een doos altijd deze vlaggetjes liggen. En toen zei mijn moeder, ja, die heb ik in de oorlog gemaakt om te gebruiken als we weer vrij zouden zijn. Want het Koningshuis was natuurlijk ook altijd heel belangrijk voor de Nederlanders. Dat was een verbindende factor. Men had ook niet veel kleding. Maar men was ook inventief om leuke kleding te maken. En dit noemen ze, wat hier hangt, een bevrijdingsrok. Het is allemaal stukjes stof aan elkaar gezet. Maar het belangrijkste was, waarom heet het nou bevrijdingsrok? Dat is weer dat oranje. Allemaal van die oranje puntjes, vlaggetjes. Hier ziet u een vitrine, gevuld met allerlei herinneringen aan die oorlog. En op deze twee schappen liggen overlijdensberichten van mensen die omgekomen zijn tijdens de beschietingen of vermoord door de Duitsers. Op die 20e april, toen iedereen zo blij was, werd er niet gevlagd. De driekleur hing niet buiten. Er werd alleen met oranje vlaggetjes gevierd. Men vond het niet van pas dat de mensen feest vierden terwijl er zoveel slachtoffers gevallen waren. Dus die viering met vlaggen, dat gebeurde pas op 5 mei met de capitulatie van de Duitsers. De Canadezen kwamen via het vetkamp Nijkerk binnen op hun tanks, met hun tanks. En naast het weeshuis stonden in een tuin deze twee vlaggen. Die waren in de oorlog gemaakt, de Stars and Stripes van de Amerikanen en de Union Jack van de Engelsen. En Canadezen, die hadden, ik weet niet of die de Maple Leaf al hadden, maar dat symboliseerde dus onze bevrijders. En je ziet dat hier de tanks en de mensen staan te zwaaien in de film. En de wapperende vlaggen in de tuin. In de oorlog is er veel geschreven door mensen over wat er gebeurd is in die oorlog. Vooral dagboeken. Er zijn er in het museum een paar te vinden. Een hele oude is het dagboek van Frans Kracht van het laatste oorlogsjaar. Dat begint in september 1944, zo rond Dolle Dinsdag, tot september 1945. Dus ook nog het verhaal na de bevrijding. Hoe de wederopstand kwam, hoe de herinneringen bovenkwamen, hoe mensen weer terugkwamen, hoe er met NSB'ers werd omgegaan. Dat schreef Frans Kracht dagelijks
over in zijn dagboek. Als u het boek leest, dan zult u zien hoe zwaar dat laatste oorlogsjaar is geweest. De Duitsers vorderden je huis, vertelden dat je moest komen werken, je moest je paard inleveren. Je mocht 's avonds om 8 uur, mocht je het huis niet meer uit. Hij schrijft over de bouw van bunkers die we nu nog kunnen vinden in Nijkerkerveen en zo een paar nog in Nijkerk. Dat zijn nog littekens of herinneringen aan de oorlog. Hij schrijft daar allemaal over. En het is interessant om te zien hoe de herinneringen ook weer bovenkwamen nadat mensen weer terugkwamen. In dit deel van de expositie vertellen we het verhaal van de Joodse Nijkerkers. Aan het begin van de oorlog woonden hier nog 61 Joodse stadsgenoten en slechts 13 mensen zijn teruggekomen uit de oorlog. 4 mensen hebben de vernietigingskampen overleefd en 13 mensen hebben op een onderduikadres of alsnog via kamp Westerbork, waar de transporten waren gestopt, daar de oorlog kunnen overleven. Dat betekent dat 48 stadsgenoten zijn vermoord in de Duitse kampen van Nazi-Duitsland. We vertellen hier in deze expositie voor het eerst de verhalen van de overlevenden. En ik sta hier bij een hele grote foto en dat is een daarop staan Benny Nieholm, zijn dochter Greta Nieholm en de jongste zoon Kareltje. Deze foto is genomen naast hun huis aan de Langestraat. Benny is in 1938 overleden. Toen heeft de moeder haar kinderen meegenomen naar familie in Winterswijk. Maar Greta heeft altijd goed contact gehouden met 2 vriendinnen, 1 nichtje en een vriendin. En die staan op een andere foto. Dat zijn Rosa Hamburger en Jos de Liever. Alle 3 deze meisjes hebben samen met een buurmeisje van het museum Beb Hammelburg de oorlog kunnen overleven door het Philipscommando. Toen zij in kamp Vught terechtkwamen, zijn daar jonge vrouwen geselecteerd die goede motoriek hadden en die hebben kunnen werken aan het maken van knijpkatten. We hebben er ook 2 in de expositie liggen. En door dat werk hebben zij een behoorlijke tijd de transporten naar Nazi-Duitsland weten te voorkomen. Uiteindelijk zijn ook alle medewerksters van het Philipscommando toch op transport gezet. Maar opnieuw in Nazi-Duitsland zijn zij uitgekozen om te werken en ditmaal in de fabriek van Telefunken. Dus door hun arbeid hebben zij de oorlog kunnen overleven, maar niet nadat zij een verschrikkelijke voettocht hebben moeten ondergaan vanuit Zuidoost-Duitsland naar Noord-Duitsland in Hamburg. Dat is echt een verschrikkelijke tocht geweest waarvan wij slechts een paar jaar geleden pas een ooggetuigenverslag kregen van Beb Hammelburg. En alle 3 deze meisjes die hier op de foto staan, die hebben als enige van hun gezin de oorlog overleefd. Dus zij kwamen hier terug zonder familie, hun familie was vermoord. Ze hebben moeten vechten om nog iets van de waarde van hun huis terug te krijgen. Het was echt bar en boos. En zij hebben dan ook, ze zijn alle 3 naar Israël verhuisd. Dit is een hele bijzonder kunstwerk van Bea Berends van de Weijer. Zij heeft voor de Nijkerkse Printenatlas, waarin ook een aantal pagina's over de oorlog en de bevrijding zijn opgenomen, dit hele bijzondere kunstwerk gemaakt, waarop de mensen op hongertocht door Nijkerk te zien zijn. En waarop ook staat afgebeeld waar schuilkelders waren, waar evacuees konden overnachten, waar voedsel werd uitgedeeld en waar de noodziekenhuizen waren. Zij heeft dit textiel zelf geverfd, foto's erop gemaakt en ze heeft daar een quilt met applicatie van gemaakt. En wij zijn heel blij dat we met behulp van de gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland deze expositie hebben kunnen maken. Omdat we elke keer weer de verhalen van de Tweede Wereldoorlog willen vertellen, voor het voetlicht willen halen. Het zijn echt zeer, zeer aangrijpende verhalen. Maar we willen ze elke keer opnieuw vertellen om te laten weten wat er kan gebeuren als je niet met respect naar elkaars cultuur in vrede kunt samenleven. De expositie zal na opening van het museum nog zeker 3 tot 4 maanden te zien zijn. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Culturenuur.
Wil jij iets bijdragen aan dit programma of aan de omroep? Stuur dan een mailtje naar talent@a1mediagroep.nl. En volgende week gaan we het hebben over 75 jaar bevrijding. Want op 17 april werd Barneveld bevrijd en 3 dagen later volgde Nijkerk. Daarover dus volgende week meer. Tot dan!